Goedendag. Je kijkt naar het weerbericht van vrijdag 9 februari van Weerplaza. Een hoge drukgebied boven het noorden van Duitsland neemt geleidelijk aan in betekenis af. Dat betekent dat het vanavond bewolkt is en vooral landinwaarts sneeuwt het plaatselijk licht. Langs de kust gaat de sneeuw over in lichte regen of motregen. Vannacht kan het plaatselijk glad worden of mistig bij het kwik dicht bij het vriespunt in het westen van het land. In het noordoosten vriest het 1 of 2 graden. Morgen is het veelal bewolkt in de ochtenduren, lokaal nog mistig of glad. In de loop van de dag breekt de zon door en blijft het nagenoeg droog bij een temperatuur van 4 of 6 graden. Zondag vallen er enkele buien, mogelijk met natte sneeuw. En ook maandag en dinsdag is dat het geval. De temperatuur gaat geleidelijk aan naar beneden. Smiddags dus blijft het kwik bij 4 graden steken en dat is voor de dinsdag het geval. Ook worden nachten kouder. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.